dames en heren, er is aan mij gevraagd om iets te zeggen over duurzaamheid. En dat onder de titel, is het een holle frase of is het een bittere noodzaak? Eigenlijk betekent dat heel simpel, op een zodanige manier omgaan met je omgeving, met de natuurlijke hulpbronnen, dat je ook voor de generaties die na je komt ook nog kansen openlaat en ook nog de mogelijkheid geeft om daar op dezelfde manier van te profiteren. Het gaat om een ontwikkeling, hoogwaardige, duurzame ontwikkeling, die gericht is op het voorzien in behoeften van mensen van nu, van straks en waar ook ter wereld. Wij laten in de Dutch Green Building Week zien wat onze bedrijven doen. Dus wij presenteren alle bedrijven op het terrein van Blue Casco. We laten zien welke producten wij de markt aanbieden. Maar we laten ook zien hoe wij met verschillende bedrijven binnen onze groep samenwerken om tot oplossingen te komen om die duurzame gebouwen te creëren. Dames en heren, het grote moment is gekomen. Het is een grote eer om de Prins van Oranje op het podium te vragen om de Dutch Green Building Week te openen. We moeten echt grote stappen gaan zetten om een energie-neutrale gebouwde omgeving te hebben in 2050. En het is eigenlijk heel simpel. De manier waarop de bouw op dit moment werkt, gaat dat gewoon niet halen. Wat je in de markt ziet is dat gebruikers van gebouwen op zoek zijn naar een gebouw wat weinig energie gebruikt, wat weinig onderhoud behoeft in de toekomst en wat op een verantwoorde manier gebouwd is met duurzame materialen. Onze klanten, de aannemers, de bouwers, moeten op die vraag kunnen inspelen. En wij zien het als onze rol van de CRH-bedrijven om producten te ontwikkelen, concepten te ontwikkelen, oplossingen te bieden aan de bouwers, zodat ze op die vraag kunnen inspelen. Op die manier willen wij groeikansen geven aan onze klanten. En als onze klanten groeien, betekent dat automatisch dat wij ook groeien en dat wij meer kunnen investeren in deze duurzame oplossingen. Duurzaamheid gaat zeker samen met economisch belang. Ik denk ook dat het daarmee moet samengaan. Want als duurzaamheid alleen maar blijft hangen in prototypes en modelwoningen, dan bereik je niet wat je uiteindelijk voor ogen hebt. En duurzaamheid wordt pas echt duurzaamheid als het ook breed wordt toegepast. En dat lukt alleen maar als je dat ook aan economie weet te koppelen. Als ik CRH en al die bedrijven zie die onder CRH hangen, dan gaan mijn handen een beetje jeuken. Ik denk van, die maken allemaal hele mooie spullen. En als je al die spullen met elkaar in verbinding zou brengen, dan ontstaan totale oplossingssystemen. En ik denk dat daar echt enorme kansen liggen. Eindgebruiker, die kan niet vragen om iets waarvan hij het bestaan nog niet weet. Hè? Dus weer een mooi voorbeeld. Men kan niet gevraagd hebben om de iPad als men niet weet dat die iPad überhaupt een concept was wat op de markt kwam. En dat is eigenlijk ook zo met de bouw. Een eindgebruiker of zelfs een gebouweigenaar, de woningcoöperaties of wie dan ook, die kunnen nooit vragen om iets waarvan ze het bestaan nog niet eens beseffen. Vroeger, of meer traditioneel, zijn we als CRH eigenlijk de toeleverancier van bouwmaterialen en producten naar aannemers en naar bouwplaatsen. Door de recente ontwikkelingen van concepten en echt oplossingen voor duurzame gebouwen werkt dat model niet meer en zullen wij ook een innovatie moeten realiseren in hoe brengen we onze producten naar de markt. En daarvoor hebben wij ook de samenwerking nodig met onze klanten, want dat kunnen wij niet alleen. Dus wij zouden heel graag samen met onze klanten nadenken over deze verandering in de markt. En als jullie ideeën hebben over hoe wij dat op een andere manier kunnen gaan doen, dan nodigen wij jullie uit om daar samen met ons over in gesprek te gaan. Wij willen samen met de partners in de keten zorgen voor optimaal hergebruik van onze grondstoffen. Als wij op deze manier doorgaan met het gebruiken van natuurlijke bronnen die eindig zijn, zijn wij niet goed bezig. Wij zullen moeten kijken om onze grondstoffen optimaler te kunnen hergebruiken. Duiker is als CRH-bedrijf enorm betrokken bij duurzaam bouwen.
enerzijds het produceren van onze producten, energiearm, het toepassen van betongranulaat. Anderzijds ontwikkelen wij ook producten voor onze aannemers die ook bezig zijn met duurzaam bouwen. Je moet dan denken aan betonoppervlakteactivering, betonkernactivering. We zijn ook heel druk met het luchtdicht bouwen. Ja, het is wel heel fijn om bij een bedrijf als Dyco werkzaam te zijn, omdat daar zo'n team zit wat zo begaan is met het duurzaam ondernemen. Tijdens het slopen van bestaande panden ontstaat heel veel kalkzandzinafval. En wij zijn eigenlijk tot de oplossing gekomen om een groot gedeelte van die afvalberg te kunnen gebruiken bij de productie van nieuwe kalkzandsteen. Voor mij persoonlijk is dat natuurlijk een drijfveer om steeds met mijn opdrachtgevers, met architecten, met partijen in gesprek te zijn voor nieuwe producten, de ontwikkeling van nieuwe samenwerking, om te kijken of je over 10, 15 jaar nog steeds met kalkzandsteen kunt bouwen. Wij zien duurzaamheid als samenwerking met onze leveranciers, de fabrikanten en aan de andere kant de aannemers en hun eindgebruikers weer. Dat kun je zien in het logistieke proces. Dus wij zorgen dat de spullen op de bouw komen zo efficiënt mogelijk en zo makkelijk mogelijk voor onze klant. En wij zorgen ook weer dat we de spullen terughalen als plastic, karton, hout. En wij zorgen dat daar weer een goed gebruik voor komt. Zonnewering is juist heel erg modern. Het ontlast de airco. En zoals we weten, airco's belasten veel meer het milieu. Daardoor hebben we minder CO2-uitstoot. Het kan zelfs 20% besparen in een gebouw. Maar nog belangrijker is, het bevordert comfort in het gebouw. Het bevordert de prestatie van de werknemer die daar aan het werken is. Denk daarbij aan geen hinder van zonnestralen, hoge temperaturen. Door energiezuiniger te produceren kunnen we groenere hekken maken die tevens goedkoper zijn. Daarnaast werken we met innovatieve technieken uit de markt om bijvoorbeeld dit 4D hekwerk te kunnen fabriceren. Daarbij maken we van een hekwerk ook iets wat iets kan opleveren. Dus niet alleen een kostenpost, maar naast beveiliging kan het energie opleveren middels zonne-energie of kan het stikstof uit de lucht reinigen en daarbij duurzaamheidsambities verwezenlijken. Gietijzer is een mooi voorbeeld van recyclen, alleen er kleeft ook een nadeel aan. En dat is namelijk de enorme hoeveelheid energie die je nodig hebt voor het smeltproces op gang te brengen. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. En dat alternatief dat heet waterkracht. Daarmee hebben we nu echt een groen product. Niet alleen gerecycled oud ijzer, maar ook het smeltproces volledig onder controle met een lage CO2-uitstoot. Het is wel een heel duurzaam product en het zit echt sinds jaar en dag zit dat in de genen van ons bedrijf. Maar we kijken verder. De toekomst is een toekomst waarin we veel meer kijken naar geveloplossingen en samenwerking binnen de keten. Ja, dat is onze go-to-market. Zo willen we ons blijven profileren. Ook de samenwerking met mijn collega's om dit neer te zetten, dat is fantastisch. En zo moeten we ook verder. CRA slaat de weg in van duurzaamheid. Daar passen wij perfect in. Op het gebied van producten toepassen op het gebied van daken. Systemen toepassen op het gebied van daken. Door mijn werk, zeker op het gebied van groene daken, is er toch een bepaalde passie ontstaan om groen en biodiversiteit weer terug in steden te krijgen. Lucasco is het resultaat van gebundelde kennis en expertise van diverse CRH-bedrijven. Gezamenlijk hebben wij een energiezuinig woningbouwconcept ontwikkeld. En dat betekent voor de eindgebruiker dat hij een woning krijgt met lage energielasten en een rijkdom aan comfort. En voor de aannemer betekent dat hij zeer eenvoudig een eigen energiezuinig woningbouwconcept kan ontwikkelen. En als je het aan mij vraagt, dan zouden we niet moeten wachten tot 2020 om energie-neutraal te bouwen. Maar dan beginnen we gewoon vandaag.